Nee, 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 mijn hele, mijn hele kanaal gaat ervoor, man! Nee! Jij bent een ramp! Dat is mijn vent op die wagen, joh. Nog eentje, joh. Nog een keer! Ja. Hé, hey, gek! Bezorgd, aan de kant jij, nee. Niet mijn maat rammen. Oh nee, schat! Ja, hij mag dat niet doen bij hun. Wow! Ah! Wow! Hallo? Mijn shift overnemen? Ja. Nee, dit is serieus. Wat? Ik moet mijn koelbox mee. Dat zie ik binnenlopen. Wat heb je in, hè? Wat heb je meegenomen? Is dit voor werk? Ja, dit is mijn bakkie. Oh, is je bak. Moet de hele dag nog. Hoe gaat dit open? Ach! Nou. Ja, voor mij, hè? Dit is mijn koelbox. Kano's, voor op het werk. Kaas, voor op het werk. Ja. Brood? Ja, ik voorzicht. Oh, hij is open, sorry. Brood, pak melk, past en er niet in. Focus drink. Ja, ik dacht even reclame maken. Oh, even reclame maken. Maar, kijk, ik ben nu een beetje op drukker. Ja. Wil jij, wil je nu rijden? Ik weet niet hoe het werkt. Ja, nee, Euro is aan de lijn, dus die kan jou even helpen. Nick is aan de lijn. Ik heb speciaal... Oh, wacht even, doe de dingetjes uit, niet af. Op. Nee, die kan wel blijven. Even voor alle duidelijkheid, ik moet niet hard praten. Ik zie zoveel dingen nu, dat ik niet eens weet weer wat gas of ho is. Die kwam iezig dicht langs mijn heen, jong. Die is niet bang. Maar ik... Rechts is gas, links is rem. Ja, maar ik heb van alles in mijn hand, in mijn voet. Ik kan niet met dit trappen. Hij staat veel te dichtbij. Nou, dan moet je het verder weg doen. Oh, dit is echt, jongens. Oké. Okay. Is dit... Oh! Ik zie... Nee, zo'n cabine is veel te breed. Ik kan... Je hebt ook een trailer achterop, hè? Ach, je... Nou... Hier moet je links. Is er ook een knipperlicht? Of... Ja, de knipperlicht is deze. Oh, daar moet ik ook nog letten. Oh, wacht even. Wat is rem? Hé! Hey! Wat is de toeter? De toeter oh, alles... is deze. Wacht! Wat is rem? Je hebt al een rood licht. Oh, ik moet veel te veel. Respect voor alle chauffeurs en chauffeuses. Oké, okay, links afslaan. Dat is die knop. Oh, dit is link hoor, jongens. Ik wou echt vrachtwagenchauffeur worden. Kijk, maar... nu staat hij aan. Kijk. Dit is de toeter. Oh, doe eens. Doe maar. Nee, jij, want ik kan het niet tegelijk. Oké. Okay. Maar nu weet je niet of het groen is. Nee, op goed geluk, jongens. Nou, rij maar dan. Nou, dat ging best goed. Welk land zijn we? Je bent in Oostenrijk. Je gaat nu naar Portugal. Oh, mooi ritje, jongens. Ja, dat is wel een aardige rit, hoor. Prima. Is het ook altijd linkerbaan? Of moeten we rechts blijven? Oostenrijk, ja, wat jij wil. Nee, dat snap jij niet, linkerbaan. Het is gewoon van dat je door moet gassen. Oh. Jij niet link, niet tegen de richting in. Nou ja, je ziet hoe hard je mag. Hoe hard ga ik? Nou, dat zie je daar op het dashboard. Ik ga bijna hetzelfde. Dat betekent... Oh, wat is rem? Nee, mijn hele kanaal gaat ervoor, man! Nee! Jij bent een ramp! Oh, mijn hele ding schoof naar voren. Wouter, AFCA, wat doe jij? Mijn hele vrachtwagen. Sorry, jongens. Sorry, ik praat. Je hebt alleen je tenen gebruikt. Och, man, ik trapte bijna door de muur heen. Ja, je hebt dat hele pedaal naar achter geschoven. Sorry. Oké, wacht even. Oké, heb ik schade? Hoe weet ik dit? Gewoon rijden. Oké. Ik betaal wel. Ach. Lekker man. Oké. Oh ja, ik heb ook nog spiegels. En weer rood licht? Nee, joh. Pizza. Ik ben wel heel blij dat ik nog normale spiegels heb en niet die cameraatjes. Dit is geen camera, lieverd. Wat dan? Dit is gewoon een normale spiegel. Dat zeg ik! Oh. Ik ben heel blij dat ik die nog heb en niet die cameraatjes. Ik hou niet van dat hippe gedoe. Volgt de GPS, hè? Ja, moet ik ook nog op kijken. Oh, wacht, er komt een bocht. Deze rechts. Ja. Deze. Ik kan dat niet. Doe jij dat maar. Jij bent even assistent. Hij staat nu aan. Oké, maar wat is zo'n rem? Midden of links? Links. Oh ja, links. Oh, dat is normaal. Bij mij ook. Bij mijn auto. Ik ga niet achter. Je hebt zelf er ook gewoon nog een schakel. Ja, maar het is weer even wennen in zo'n cabine. Oeh. Ik krijg een beetje bilzweet van de spanning. Komt het door dat alpaca kleedje onder me? Niet. Ik voel me echt. Oh. Heb ik ook zo'n slaapplek achter me? Overtreding, ja. Rijden zonder licht. Oh, sorry. Is dat L? Nou, het is nog licht. Hé, zie, ik had mijn lampje op mijn hoofd aan moeten hebben. Ah, dat telt het niet. Oké? Okay. Is licht L? Is goed is wel. Is goed is ja. Wel. Ik kijk... Wouter, ik ben er! Ja,
Wouter heeft mij net geschampt. Jouw licht, jouw richting wijst daar nog aan. Ja, dat hoort. Wacht. Wil jij dat stoere knippertje doen? Want vrachtwagenchauffeurtjes en chauffeurs altijd doen naar elkaar als je inhaalt. Vind ik echt stoer. Ik wil ook dat kind echt meemaken. Doet hij dat? Kan je zien rechts. Oh, ik word helemaal duizelig ervan. Nee, ik zie niks. Nee, hij heeft, ik denk dat ik het niet heb verdiend. Oeh, yeah, baby. Met de vlam in de pup. Moet ik hier eraf? Nee, hè? Ik weet het niet. Nee, dat moet ik niet. Nee, verderop. Dit vind ik in het echt ook altijd lastig. Als ik op de snelweg zit, weet ik het ook nooit. Je moet gewoon rechtdoor blijven gaan. Iemand je zegt... Je kan beter rijden dan Milaan. Oh, dank je! Ik weet niet wie dat zegt, want ik kan niet op dat scherm kijken. Want ik ben even mee... Maarten Jongkind. Oh, dankjewel. Daarvoor. Bedankt. Ik heb gewoon assistentie. Hé, oh, hey, ik rij... Wacht, ik mag hier maar 80. En gaan we ook nog een lekker bootje bal halen bij de pomp? Of doen we dat nu even niet? We hebben 2640 kilometer de tijd om dat te doen. Oh. Nee, dat zei ik zelf. Maximus, die zei je kan beter rijden dan Milan. Hé, hey, what the fuck, bro? Hé, hey, Dim en jij, niet in mijn cabine zo praten. Normaal gesproken is dit een rit waar je 4 dagen over doet. Echt? Oh, ja. Heb je dan niemand mee? Nee. Oh ja, dan kom je helemaal tot jezelf. Kan wel. Maar... Nou, oh, wacht. Oh ja, goed zo. Doe maar eventjes. Oh, wat gezellig. Wie ben jij hier naast mij? Ben jij dat? Nee, Wouter rijdt naast je. Oh ja, ik kan het allemaal niet. Ik rijd een beetje achter je. Oh, rijd ik een beetje recht op de weg, of niet? Nou, zo goed als. Ik vind dat je het akelig goed doet. Ja, jij kan. Ik moet zeggen, je eerste kilometers zijn beter dan die van Milan. Oh, dank je. Je komt vast door mijn brilletje. Ja, en je outfit, hè, dat telt ook mee. Ja, en vlechtjes, want ik heb echt... Nou, de laatste keer was ik op de basisschool verkleed als Pippi Langkous. Toen had ik 2 vlechtjes. Die heb ik speciaal voor... Oh, je ziet. Kijk hem gaan. Doe eens dat knip. Ik weet niet wat ik moet doen. Dat is volgens mij deze. Zo, tuut, zie ik ze wel eens doen. Vind ik dat zo stoer? Oh, hij gaat een beetje... Wouter, je ging een beetje op de vluchtstrook. Oh, 95. Hebben we ook Flitsmeister aan, of niet? Nee, gewoon gaan. Toen komt er nog weer, man! Hallo, achter me! Dat ben ik. Dit is mooi, maar hé, wat doet hij nou op die prachtwagen, joh? Toeteren. Ja, hoe dan ook weer? Knop, X, ja, kan het niet gelijk zonder... X. Ja, oh. Ja. Jongens, ik... Dat is mijn vent op die wagen, joh. Nog eentje, joh. Ah, nog een keer! Nee, ik moet niet af, het gaat de kant. Waarom al die knollen erop, man? Ik dacht dat er maar 1 zo'n vrachtwagen was. Ik krijg gewoon kwel in mijn mondhoeken. Er zijn er 4, 5. Nou, joh. Wat vervoeren wij eigenlijk? Verdovende middelen of wat zit hierin? Oliefilters. Oh, oliefilters. Mooi, man. Ja, klinkt niet heel spannend, hè? Maar met hoeveel Racing Joey ben ik? Maar wie zit er... Hij doet dat, hij doet dat. Ja! Oh, dat zag ik nu niet. Oh, wat leuk. Wat was het ook weer? Links, rechts. Dikke BMW, jongens, op links. Oh, shit. Wat is Audi? Oh, wat komt er allemaal langs me heen? Wat is dit? Je rijdt ook in het midden. Ja. Hé, hey, gek! Bezonder. Aan de kant jij. Nee, niet mijn maat rammen. Oh, nee, schat! Ja, hij mag dat niet doen bij hun. Schat, ik moet toch opzij dan als dat gebeurt en remmen? Ja, hij hoeft niet hem te rammen met zijn wagen. Ja, hij keek niet goed in zijn spiegel, ben maar ik jij nog... moet ook reageren. Ja, dat deed ik ook, maar ik kom voor mijn maat op. Nou, waar is die? Ik hoop niet meer dat hij er nog is. Dit is allemaal schade gereden nu. Wat krijg ik dan? Ja, niet zo klein beetje. Kost me weer een ton. Nou, schat, dit betaalde je toch. Hij doet het nog wel. Ik heb wel een trilling op het stuur. Oh, ik heb echt respect voor vrachtwagenchauffeurs en chauffeuses. Ik ben wel eens mee geweest met de vrachtwagen. Moest ik vleesafval wegbrengen in België. Ook smerig. Ja, stinken, joh. Snelheidsboete, schat. Nee. Gaat hij bijna eens op zijn kant? Nee, wacht even. Ik ram wel af. Ze kunnen me niks maken. Kijk, die komt waar. Dat is echt smerig. Ja, en dat was dan in de zomer. En dan moest naar België. Ben ik dat dan? Wie reed er 100? Nee. Ja, maar ik kan er toch niet verstaan. Wacht. Er komt ook... Een snelheidsboete. Oh, wacht. Zie je knipperlichtje? Ja. Hoe gaat dat uit? Nog een keer? Oh, ja, ik weet het! Ik rijd 80, hè. Ik weet niet wat hij wil doen. 85.
Ja, dat mag toch altijd. Je mag 6 kilometer tanken. Ja, ik rij 90 gewoon. Ik moet goed. Ja, ik denk... Stoer. Anders zijn we zo meteen na de stream nog bezig met deze rit. Heel zacht, hè? Ja, ik zit een beetje... Ik word een beetje bang van die politie. Krijg ik altijd zenuwen van. Ah, nee, joh. Gewoon aan de kant rijden. Maar. Ik betaal het. Oh, maar mijn pedaal die glijdt weer naar voren. Vergeet niet zo meteen... Je trapt dat ding ook keer weg. Ja, maar dan komt dan ook heel krampachtig rijden. Oh, goed dit, man. Maar wat zei ik nou? Oh ja, dat slachtafval. En dat, toen mocht ik die wagen losschroeven. Toen ging die zo omhoog. En dan moest ik zo draaien. En toen kwam er sap uit, dacht ik. Want ik wist helemaal niet wat erin zat. En ik zeg, oh, sap. Ging die klep open. Nou, ik zou er veganistisch van worden. Fus. Oh, ik moet eraf. Ja, deed ik. Ja, dat is echt wel heel erg smerig. Het stinkt zelfs zo als je erachter rijdt, dus... Ja, daarom. Maar goed, ik heb dus echt de verschrikkelijkste dingen gezien van lieve kleine diertjes. En toen heb ik wel echt 2 weken geen vlees gegeten. Dat snap ik, ja. Maar toen was ik het ook wel weer vergeten. maar goed, dat vind ik wel echt heftig, want dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. Als je in de zomer die dingen wel eens ziet rijden en dat rijdt je erachter, ja, dan meurt dat verschrikkelijk. Wouter, wacht jij op mij? Of hoort Wouter maar niet? Een beetje gastig op, hoor. Oh ja, oké. Okay. Ja, ik ben er nu best op. Ik krijg echt helemaal kramp in mijn vinger, man. Gewoon ontspannen, schat. Gewoon ja, hoe? Ik heb nog nooit op een vrachtwagen gereden, man. Ik heb er wel bij gezeten. Maar toen vond ik het ook zo leuk, ja, dat ze dat knipperen gaan doen. Toen dacht ik echt, wow, dit is mijn droom. Dit wil ik ook worden later. Ah, dat is nog maar 5 jaar geleden. Ja. Ik rijd 90 nu, hè. Ik vind dit heel eng, maar dit vind ik met mijn eigen autootje ook eng langs de vrachtwagen. Oeh. Die richtingen wijzen nog aan. Ja, of... Ja, oké. Okay. Ik weet dus niet of ik langs mijn vrienden de hele tijd aan het rijden ben. Wat is ook een knipperlicht? Nee. Oh nee, dat is geen knipperlicht. Degenen die meerijden, die hebben allemaal roze truck, dus... Oh, dit is knipperlicht. Oh ja. Oh, we zijn... Oh, al die andere vrachtwagens zijn dat niet. Nee. Ik heb motorstoring. Ja, want ik rij helemaal niet hard. Nee, hij viel net uit, omdat je schade hebt gereden, dus je hebt nu motorstoring. En wat moet ik nu doen dan? Niks, je kan niks. Oh, maar dit is best 84 is wel goed. Ja, je kan wel doen. Maar hij valt af en toe uit. Oh, maar dat is goed, want ik kom hier... Oh, wacht even. Gewoon een kwestie van gas blijven geven, dan gaat de motor vanzelf langs. Het is een kwestie van geluk. Mooi man. Oh, kniplicht. Hé, wat doen hun hier nou weer? Gaan ze de kant, joh. Hij had gewoon rechts in. Ja, joh, ik ben niet bang, hè. Oh, uit. Je mag hier 80, wat rijden hun? Ja, die moet even wachten. Oh ja, ik heb een trailer. Rem. Ja? Spannend dit, man. Ik vind het echt mooi. Oh, ik ga echt gewoon elke keer nu zwaaien als ik vrachtwagen zie rijden. Eerder ging ik ook op viaduct staan. Volgens mij is dat heel gevaarlijk. Maar dan ging ik zo doen dat ze moesten... Wow! Ah! Wow! Wow! Er kwam nog even mijn vriend weer. Ik vond het... Oh nee, wat moet ik nu doen? Achteruit, nee, ja. Oh, die ging zo hard erlangs. En ik let er niet meer op. Wouter, what the fuck, man? Wouter! Ga Wouter kicken. Oh, ik kreeg gewoon snot van aan mijn neus van de spanning. Wacht even. Oh. Oké, okay, hoe ga ik naar achter? Ja. Rem, nog een keer indrukken. Oh, ingedrukt houden? Ja. Wat bijzonder, met de rem naar achter. Oh, ik tril! Oh, ik zit rechtop. Sorry. Baltrak. Ja, dit kon ik echt niks aan doen. Want dit kwam echt door mijn collega. Maar die neem ik het niet kwalijk. Nou. Kan hij nog diep verder? Oh nee. Hij wil misschien wel tegen me racen. Kan je stuur loslaten, hè? Dan gaat hij weer recht. Ja. Nee, Bram, ga eens op de weg. Hij is op jou aan het wachten. Ah, wat lief. Oh, moet ik hier? Nee, ik moet er hier niet af. Bram, we gaan nu naar links. Wacht even. Er zit wel een auto, maar die wacht me even. Ik wacht namelijk ook altijd voor vrachtwagens als die zo voor me gaan. Ja, bedankt Bram. Maar Bram, is die ook hier in de aan de lijn of niet? Nee, alleen ik ben er. Oh, dat vind ik ook gezellig hoor. Maar ik dacht misschien durft de rest niks te zeggen. Oh, wat erg dit. Maar kan ik het dit halen of uitspelen of hoe werkt dit? Uitspelen? Nee, dat kan nooit.
Ja, je kan in theorie zou je kunnen zeggen, als je alle plaatsen en alle wegen hebt ontdekt, dat je hem dan misschien hebt uitgespeeld, maar... Maar, hoe lang zit jij al? Hoe bedoel je? Met dit spel, met deze game. Met deze game? Oh, dat is al een aantal jaar. Krijg jij dan geen aanbijen? Nee. Als je zoveel zit... Ik zit in mijn echte leven ook, hè, de hele dag in een vrachtwagen. Maar, ja, daarom. Krijg je dan geen aanbijen? Nee, daar heb ik geen last van, nee. Oh, nou, dan ben je wel echt een prof. Maar ja, ik dacht dat als je zoveel zittend werk doet... Ja, ik zit nooit. Ja, als ik naar het toilet moet. Maar... Nee, nog bij. Nou, maar ik zit ook minder nu tegenwoordig, hoor. Linde, hoe vaak strek je de beentjes? Ja, bij elke klant. Maar dat verschilt dus. Ik rij machines en die moet ik zelf lossen en laden en dat soort dingen dus. Oh, heb je dan ook echt hele zware dingen? Ik heb geen licht meer. Ik heb geen licht meer. Ja, wat gebeurt er? Dan is die uitgevallen. Oh, hij is er weer. Oh, ik moest even opladen. Het is elektrische, denk ik. Even kijken. Kijken waar je zit. Want als je in de buurt bent van een grote stad... Ja? Oh, sorry. Dan... je zou in theorie... Even kijken hoor. Ja, dan moet je nog wel proberen een stukje verder te komen, anders ga ik terug. Zometeen kun je op... wat is het? F6 volgens mij? Of F7? F6 of F7, schat? Waar zit dat? F7. Dan kun je dan eventueel naar een garage. Dan word je naar een garage toegespeld. Kun je daar maken. Daar is het gaat. Maar is er een kans dat ik kan overleven? Nog ja, maar het is wel heel irritant rijden. Je moet nog 2300 kilometer. Oh. En als die elke keer uitvalt... Hoe lang duurt dat in het echte leven nu? In-game ben je wel even een tijdje bezig. Ja, en dat is? Hey! Deze Joey! Met een langzaam tempo ben je... Oh, sorry. Ik geef wel even gas. Ja, voor mij stond 10 deze gaat heel voor, voor een paar honderd kilometer of zo. Oh, wat gaat die nou weer doen? Oh, die is bang. Die denkt, dat is een gekke wiefer. Die zit maar... Oh, wacht, dit is wat. Dit is wat. Wat is het? Oh, ik ging ook ineens op de rem. Sorry. Sorry! Ah, Wouter. Ben je weer? Uh-oh. Upsie. Zo klinkt mijn auto ook een beetje als ik vergeet te schakelen. Nou, hij loopt nog wel op, jongens. Ja, maar als ik jou was, zou ik zo meteen rustig. In Zurich naar de garage gaan. Ja, ik doe het wel. Jij bent de bro? Dat alpaca kleed schuift van de stoel af. Oh, ik moet hier helemaal om een scherpe bocht. Wacht even. Oh, sorry. Waar gaan we precies heen? Bregens. Brent. Wat betekent dat? Bregens, dat is een plaats in Zwitserland. Oh. Nou, ik ben benieuwd wat ze daar hebben. Oh nee, want ik moet... Ik zit hier een beetje vast in de tunnel. Welke moet ik af? Links. Oei! Zie je wel, dat kan ik wel, man. Ik kijk alleen niet in mijn spiegel. Wat verdorie, joh. Ik ga mijn werk hier ook voor maken, maar dan wel in het echt. Denk ik. Oh, wacht, er knipt nog iets. Nee? Kniplicht. Ja, oh ja. Ja, die moet lekker even echt boeven. Die moet gewoon boeven gaan vangen. Afval. Oeh! Sorry, echt. Achter mij rijden is gevaarlijk. Ik zou het niet doen. Oh. Oh. Ah. Zie die kap van mijn vent langs staan, man. Oh, ik doe de hele tijd hier de knipperlicht. Wacht even, waar zit dat ding nou? Oh, hier, wacht. Wat is gas precies? Ja, komt er wat op links? Ja, ik zie niks. Ja, maar wacht jij maar even. Sorry. Milan Knol, google maar even. Ik ben rechtdoor. Zo hé, jij bent wel goed hierin hoor. Dit is knipperlicht, hè? Oké. Ja. Wat is dit? Oh, malfunction. Weer. Heb je niet een reparatieshop? Ja, dat heeft hij net gezegd. Dat moest ik op F7 doen. Ja, maar dat niet repareren.
Ja, jawel, dan word je gelijk naar de garage gebracht. Maar in Zurich is een garage. In Zurich is een garage. Heb ik knipperlicht gedaan? Die andere. Nee. Nee, die andere. Nee, nu niet meer. Hoe hard mag ik hier? Hij is over 50. Bram, waarom staat dat zo groot daar? Bram 200? Heeft hij een hele berg? Oh, ik denk die heeft zo'n Hollywoodberg. Oké, nu moet ik rechtdoor. Maar waarom is de rest niet aan de lijn? Dan wordt het heel druk. Milan! Milan! Waar moet ik heen? Oké. Volgens mij moet iedereen zijn geluid thuis achterzetten. Dat hij nogal een zware stem heeft. Hier mag je ook maar 50, hè? Uit. Staat die de hele tijd al aan? Ja. Oh, dat zie ik niet eens. Ik heb wel. Oeh, jongens. Je voelt je wel als je in een vrachtwagen zit heel machtig. En dat bedoel ik niet nu hier, want ik voel me echt levensgevaarlijk, ongevaarlijk projectiel. Maar als je echt in een vrachtwagen... Ja, dat woord zocht ik, maar dat komt van me. Bedankt. Bedankt. Bedankt als je dus assistent. Ja, soms wil ik gewoon wat zeggen, maar dan ga ik te snel. Versla ik gewoon wat woorden over. Maar toen ik dus in die vrachtwagen zat, voel je je zo machtig, groot. Mm-hmm. En dan dacht je echt, ah, kleintjes. Ik ging bij iedereen bij die auto's naar binnen loeren. Dacht ik echt, wat doen jullie daar voor vieze dingetjes? Ja. Want je ziet alles. Neuspeuteraars. Liefdesstelletjes met bepaalde handelingen. Mensen die brood eten en alles eronder kruimelen. Van alles zag ik. Kinderen die niet in de gordel zaten. Oh ja. Oh. Oh. Wat was ook weer die toeter? Dat. Ziet hem gaan, hè? Yo, thanks Red Panther. Ja, iemand heeft jouw zwaarlicht achter jou aan, zie je dat? Ja, dat ben ik. Achter jou heeft zwaarlicht aan. Dat is hij. Ja. Dat is mijn collega. Wat is je collega? Wat gebeurt hier? Ja, nee, zwaarlicht goed licht. Oh. Ik dacht dat het in mijn cabine was, man. Ik herken dit toch allemaal niet. Ik moet er even wennen. Misschien dat ik dit de hele nacht wel ga doen. Moet ik jou gewoon dit laten doen? Nee, want jij moet even... Oh, wee! Remmen. Oh, sorry. Zat je achter mij? Ja, ik zit achter je. Sorry. Op veilige afstand. Misschien moet je sowieso bij een vrouw wel afstand houden. Bij mij. Het stuur trilt. Ik krijg jeuk aan mijn vingers. Dan ga je over de zijlijn heen, denk ik. Ik moet ook gewoon kijken wat een knipperlicht is. Ja? Nou, ik moet zeggen, op dat ongeluk na doe je het echt wel netjes. Ah, bedank je wel. Bedankt. Ja, ik wou weer... Nee, ja, het is al laat, joh. Ik kan dan echt niet meer normaal praten. Bedank je wel. Nou, en man, bemoei jij er even niet mee, man. Jij bent niet aan het rijden, of wel? Oh, ik heb wel zin in echt chauffeurvoedsel nu. Me lekker helemaal vol te stoppen. Ah! Wat doet die gek? Zodemiet erop, man. Moet er niet meer op de weg stilstaan. Nee, jij, die auto. Nee, ik gaf hem wel een klein tikkie. Oh, dank je. Oh, jij bent echt mijn supercollega. Ja... Kijk dan. Oh, hier staat de broek een beetje vast. Oh, ik rem wel even. Doe jij het ook? Ja, linkerbaan, dan dat rijdt wel. Hé! Hey! Oh, jongens. Wat is jouw favoriete merk wagen? Vrachtwagen? Ja, toch wel. Het liefst de Scania. Hé, hey, wie praat er nu? Dat is Bram. In the game. Nou, wat leuk. Dat kan ook. Die zijn die echt of zijn dat voor computers? Maar dan moeten we hier eraf. Oeh. Oh, dan moet ik hier af. Ja, dan moet ik even naar Zurich en dan kun je even de auto maken. Oh, sorry. Die horen wat voor onzin ik allemaal zeg. Hippelicht. Die zijn... Ja, ik moest eraf, zegt hij. Dan moet ik mijn auto wel laten maken. Ja, we gaan even hierheen. Anders moet jij het zo even overnemen, schat. Maar dat kan wel bij de garage. Ja, oké. Nou, dit is wel leuk hoor. Ik ga wel eerst even trainen voordat ik weer doe. Mijn rem. Hier moet ik eraf, toch? Zei je? Ja, ja. Bordje Zurich naar voren. Buitenbocht. Je hebt een trailer. Oh. Ja, als je te veel naar binnen gaat, dan komt de trailer tegen. Dat is wel heel hard. Waar moet ik heen?
Oeh, scary. De oh, ik stopte ook met rijden. Kom op, jongens. Laat me niet in de steek. Ja. Gewoon diep, meeste. Gewoon hard, hard drukken. Ja, de harde kan ik. Ik zit. Lijkt wel een disco. Moet ik rechtdoor? Ja, hè? Ja, Zurich. Ja. Zurich, ik heb zin in braadworst. Ik kan wel lekker lay back trouwens, naar achter. Nou, ik zit helemaal in de spanning. Ik voel het op mijn rug. Ik kan helemaal naar achter. Nee, dat kan niet, schat. Dat is gevaarlijk, joh. Zo kan ik toch nooit in het echte gaan rijden. In die relax mode, spoot je op het dashboard. Waar zijn mijn pakkano's? Ja, ik heb niet voor niks mijn coolbox meegenomen in de cabine. Ik heb ook zo'n pak kaas, want dat is lekker makkelijk. Geen boter. Plak gewoon niet. Ja, precies. Dat heb ik ook altijd, hoor. Ik heb altijd bolletjes en ik neem gewoon kaas en salami of serplaten. Dat soort dingen mee. Oh ja, dat salami, dat doet hem altijd zo lekker als je die bak opentrekt. Ja, heerlijk. Ja, maar in toekomst. Ah joh, boeien. Maar heb jij een gordijntje achter je met een bed? Nee, ik heb wel een bed, maar ik heb geen gordijntjes erbij. Zometeen na de bocht moet je linksaf. Nou, wat fijn dit, zeg. Hoeveel collega's heb jij in het echte leven? Heel veel. Moest ik links, zei het thuis? Ik vergeet het alweer. Ja. Zometeen eerst straat links. Oh, ik wist niet meer wat de rem was. Sorry. Maar van de vestiging waar ik werk, heb ik zo'n 15 collega's, denk ik. Maar ben jij zo lief voor al jouw collega's? Want ik vind het echt heel lief. Jij helpt heel goed. Of die weten allemaal wel wat ze doen. Je hebt daar niet echt zo'n figuur. Als Moet ik hier naar links? Ja. Oh, wacht. Wat is ook... Ik sta ook gewoon stil. Nou, dit is helemaal gevaarlijk. Ik denk dan gewoon dat ik morgen bij mijn auto gewoon de koppeling dwars door de plaat heen trap. Je is echt onderhuis. Ja, dat gaat niet goed. Ga er echt op zitten. Ik zak van het alpaca kleedje af, schat. Oh, oké, okay, wat ben ik precies aan het doen nu? Want iedereen blijft ook bij elkaar. Huh? Ja, daar zo linksaf. Moest ik nu linksaf, waar hun ook staan nu? Even kijken. Hoor. Oh, die zit op links. Ja, sorry hoor. Ja, die blijven daar allemaal staan. Maar bij de stoplichten moet je weer links. Oh, kijk, dan, kijk dit, hè. Wat een hunk. Wat een hunk. Ik vind wel dat hij veel aan heeft. Oei, oei, oei. Heel... Dit is gevaarlijk, hoor. Ik heb... Echt gevaarlijk. Ja? En nu? En dan hier aan de linkerkant heb je de garage. Doe even knippen liggen. Hoeveel bekeuringen heb ik al gehad trouwens? Ja, te veel. Veel. Ah, ik heb nog maar één keer een bekeuring gehad in mijn leven. In het echte leven dan, hè? Maar dat is netjes. Ja. Kon ik dat maar zeggen? Ja. Rem. Ik weer de verkeerde. Trap hem helemaal weg. Nou, jongens. Ik ben kapot. Nou, oké. Okay, ik ga op Husan. Ja. Bedankt voor de gezelligheid. Jij ook bedankt voor je geduld. En jullie ook allemaal bedankt.